bij de cd-presentatie van Woof! Woof! Ridicule. Zo het podium op, maar eerst gaan we even terug naar het begin van de avond. We hebben dus ook een installatie gebouwd en die hebben we laatst op State X voor het eerst neergezet. En dat is iets met scheikundige glazen en daar hebben we water in gedaan. En dan via een geleiding zeg maar, maken we muziek. Dus dan maak je een aardepunt en je steekt je vinger in het water. En dan gaat er bijvoorbeeld licht aan en dan kan je een sample aansturen. Dus dat gaan we ook nog doen zometeen. En nou, dus gaan we helemaal zorgen dat het helemaal donker is en dan, nou, dan komen die lichtjes. En dan hoop ik dat de mensen het heel leuk vinden. We hebben een tijdje geleden dus een maand de studio in geweest. En toen hebben we daar een plaatje opgenomen. En daarna hebben we nog een heleboel dingen aan veranderd. Dus we hebben ons eigenlijk helemaal ingegraven in het werk. En nu zijn we heel erg blij dat die uitkomt. En dat is eigenlijk vanavond. Dus ja, het is dus een soort van afsluiting ook van zo'n hele lange periode van werken aan een plaat. En ja, dat vind ik gewoon heel spannend. Ook te zien dat je met iemand gewerkt hebt voor Stedelijk Forms, met die Erlemijers en dergelijke, en dat was toen een laboratorium en dat dat er nu verwerkt wordt in een soort totaal concept op het podium, ja, waar de muziek een belangrijk onderdeel van uitmaakt. Wat ook nog eens hele fijne, catchy, maar ook wel weer, ja, het is niet nieuw, ja, is het misschien wel nieuw, het is interessant, het is leuk. Nou. Het is leuk om te experimenteren met video, maar ook met lichten. Er zijn al lichten gekocht van die LED-spots. Ze zijn hele toffe tegenwoordig. Er zit ook blacklight in, want blacklight vonden we belangrijk. En dan van LED, omdat het dan snel aan en uit kan. Nou, technisch verhaal. Maar er was de bedoeling dat dat dan zo'n beetje zo op ieder bandlid ging schijnen. En dat werd hem gewoon niet. Want dat is lastig. Dan zit je de hele tijd met een lamp in je gezicht. Dus nu hebben we panelen gemaakt, hè. Dus we hebben inderdaad panelen gemaakt en daar hebben we een lichtshow op meegemaakt die we allemaal kunnen aansturen met de computer. Ja, ga je allemaal zien in het filmpje. Ga je allemaal zien inderdaad bij het optreden. En het wordt allemaal erg leuk en een groot spektakel. Nou ja, ja. Ik vind het wel. Het is een groot DIY-spektakel. Ja, DIY, ja, inderdaad, ja. Ja. Want er is namelijk gewoon een hele capabele lichtman aanwezig. Ja. Maar ja, die bypassen we dus gedeeltelijk wel een beetje. Maar ja, weet je, er zijn ook genoeg zalen waarbij er niet zo'n lichttechnicus is. Nee. En dan hebben we wel eventjes... Een show die we mee kunnen brengen. Ja. Ja, nou dit is de mooie Iris van Weijen. En Iris heeft voor ons allemaal hele leuke pakjes gemaakt. Met mooie kleurtjes en dingetjes. En misschien kan ze er zelf nog wat over vertellen. Ja, dat is echt een feestje. Ja, toch? Nee, is echt leuk. Ik ben lekker creatief. Ik mocht een beetje uitpakken. En volgens mij is het heel erg mooi geworden. Ja, denk ik. Ik vind het heel mooi staan bij jou. En er komt ook een verrassingje. Er komt een verrassingje in de rok. Ja, toch? In de hoepelrol. Dat gaan we nog niet zeggen, toch? Dat gaan we niet zeggen. Nee, kijk maar. Ja. Nou, dit zijn dus illustraties gemaakt door Sophia den Breems. En het zijn eigenlijk illustraties die precies de teksten van de liedjes zijn. Ik heb een avond met haar gezeten en verteld wat al mijn associaties met alle lyrics zijn. En daar heeft zij dan weer heel goed op repeat naar geluisterd. En uiteindelijk is deze poster van gemaakt. En ze heeft ook het album, de albumillustraties gemaakt. Dus de binnenkant van de hoes en de buitenkant van de hoes. Nou, heel blij mee. Deze opdracht is dan gewoon geweldig, want dan mag je en een albumillustratie maken en een poster en een Facebook banner en ook nog de panelen voor op het decor. En die waren met blacklight verf geschilderd, dus die kwamen heel af en toe naar voren. Maar het is superleuk en ik ben echt dol op Suus en op de mensen en op Peter en iedereen die hier aan me werkt. Dus ja, ik ben helemaal blij. Het is helemaal geweldig. Ik vond het tof, ja. En het was best wel druk. Ik had niet verwacht dat het, want ik had eerder in de zaal gestaan. Toen dacht ik, oh, nou, het is best wel rustig, maar het leek wel druk. Dus dat was leuk. En ja, het werkte in principe wel. We hebben natuurlijk een hoop techniek, dus dat is lastig. Maar ja, het werkt allemaal wel. Ik ben wel tevreden hoor. Het was echt super vet. Ja, ze bracht het echt en ja, gewoon een coole show. Ja, super. Er zijn allemaal bekenden gekomen, dus dat is heel gezellig. Dus ik ben nu even met iedereen aan het bijpraten. Alleen eigenlijk hoorde ik achter de merchandise tafel te staan. Maar in ieder geval, het optreden ging hartstikke leuk. Ging goed en we hebben heel erg naar ons zin gehad. En ja, dat. Ja, ik vond het hartstikke tof. Heel origineel. Ik heb het eigenlijk nog niet zoiets eerder gezien. Dus ik vond het echt heel leuk. Ja, ja, nou, het is echt... Ja, het is wel echt gewoon een hele mooie avond geworden. Ik ben er echt heel erg blij mee. En ja, de show ging best wel heel goed. En het publiek was heel gezellig. En ze gingen een beetje dansen zo op het einde. Dus ja, ik was wel echt... Ja, ik ben heel, heel tevreden over hoe het is gegaan. En heel veel mensen die ook hebben geholpen. Of die hebben... Je weet wel gewoon... Ja, dat gewoon alle mensen die je gewoon dierbaar zijn. Dat die er ook bij zijn allemaal en zo. Een hele bijzondere avond.